Diederik, vanavond hier een voorstelling van een heel speciaal boek. Ja, het boek is een bloemlezing met Lam Gods haikus. De titel is Een licht aantikken maar. Het is een boek met haikus in 10 talen, geschreven door 18 dichters uit 10 landen. Mensen zeggen dikwijls, een haiku is maar een woord, het zijn maar een paar zinnen. Het is niet zo moeilijk eigenlijk. Het is inderdaad het kortste gedicht in de wereldliteratuur. Het heeft een vormelijk schema van 5, 7, 5 lettergrepen. De klassieke haiku stamt dus uit de 17e eeuw en staat in verband met de seizoenen, omdat de seizoenen een universeel gegeven zijn. Ik lees u een voor van de bekendste haiku-dichter uit de 17e eeuw, Matsuo Basho. Als je goed kijkt, zie je een herderstasje in bloei onder de heg. Als je goed kijkt, zie je een herderstasje in bloei onder de heg. Basho, Matsuo Basho, de grootmeester van de haiku van de 17e eeuw, schrijft als het ware zijn haiku met een vinger wijzend vol verwondering naar een in detail. En zijn haiku leest als volgt. Yoku mireba nazuna hana saku kakine hana. Yoku mireba nazuna hana saku. Het boek is tweetalig, het is een tweetalige editie. De haikus zijn weliswaar in 10 verschillende talen, dus van het Japans tot het Romeins, zelfs het Latijn ook. Maar het heeft een tweetalig voorwoord en ook commentaar achteraan in het boek op de haikus, met commentaar onder meer van Peter Schmidt en ook van Hilde van Krombrugge in verband met de planten bloemen die geschilderd zijn. Want mijn zoon, Timotheus de Beer, heeft dus enkele bloemen en planten met potlood getekend als illustratie bij het boek.